De Europese Commissie is vanochtend met een voorstel gekomen om onder meer maaltijdbezorgers en oproepkrachten meer rechten te geven. Deze zogeheten platformmedewerkers moeten meer gaan verdienen en moeten worden doorbetaald bij ziekte. En ze moeten ook de mogelijkheid krijgen om pensioen op te bouwen. In de Europese Unie zijn zo'n 500 platformbedrijven actief. In totaal werken op een of andere manier zo'n 28 miljoen Europeanen voor zo'n bedrijf. En dat aantal zal waarschijnlijk de komende jaren alleen maar stijgen. En dat gaat niet altijd goed, zegt EU-vicepresident Valdis Dombrovskis. People involved in platform work can sometimes find themselves exposed to unsafe living and working conditions. These include misqualification of employment status, health and safety risks, poor access to social protection. Platform workers deserve the same level of protection than everyone in the EU under our social model. Praat erover verder met Martijn Arets. Zij onderzoekt de platformeconomie al jaren. Wat betekent dit nu concreet eigenlijk? Ja, concreet betekent eigenlijk dat de bewijslast wordt omgedraaid. Hè, waar dus eerst de bezorger naar de rechter moest gaan om te zeggen van ja, ik ben geen freelancer, maar ik ben werknemer. Moet nu eigenlijk het platformbedrijf gaan bewijzen van goh, jij bent geen werknemer, maar je bent freelancer. Bewijslast die is omgedraaid, waardoor uiteindelijk ja, die werkenden meer toegang krijgen tot ja, de sociale zekerheden. Ja. En daarnaast het tweede deel ook van die wet is ook dat er ook wordt gedwongen om ook meer transparantie te geven in de algoritmes die dus die mensen aansturen. He, nu heel vaak is het een black box waar mensen niet weten wat er erin gebeurt. En deze regel zorgt er ook voor dat er ja, meer transparantie moet zijn in die algoritmes van die platformen die mensen aansturen. Ja. Zitten al die bezorgers en taxichauffeurs hier op te wachten? Ja, dat is de vraag. Daarvan lopen de meningen uiteen. Daarom ook heel vaak gaat het ook binnen het arbeidsrecht ook over de werkenden. En niet zozeer over wat de werkende er zelf van vindt. Mm. Dus dat is inderdaad nog de vraag die nog open is. Waarbij uiteindelijk ja, dus de Europese Commissie zegt van ja, op zich ja, dat maakt het verder niks uit. Het gaat ons vooral om dat we die mensen graag een arbeidscontract geven. Vaak via een uitzendconstructie. Gaat dit problemen geven voor de platformbedrijven? Want die hebben deze constructie bedacht juist om een kosten laag te houden. Die kosten die gaan nu omhoog. Ja, klopt. In ieder geval, er is al berekend dat uiteindelijk, volgens mij per jaar in Europa, die bedrijven ongeveer 5 miljard dollar of euro meer aan kosten kwijt zijn. Nou, die kosten worden natuurlijk doorberekend aan de klant. Wat ik op zich natuurlijk verder geen probleem mag zijn. Uiteindelijk ja, dingen als gratis verzorging die bestaan niet. Maar uiteindelijk zal het hier voor de bedrijven enerzijds aan de kostenkant problemen op gaan leveren, maar ook aan de organisatiekant. Want nu hebben ze eigenlijk een model, een app waar iedereen in kan loggen wanneer hij wil en kan werken wanneer hij wil. En nu moeten ze ook ja, bepaalde dingen gaan plannen van tevoren. Maar ze uiteindelijk ook het risico van geen werk, wat normaal bij de courier ligt, nu opeens bij het platform ligt. Dus zij moeten eigenlijk ook een hele organisatie gaan omgooien hoe ze die arbeid organiseren via hun platform. Ja, wat denkt u dat de bedrijven gaan doen? Die gaan natuurlijk stevig lobbyen, maar welke mogelijkheden hebben ze nog? Nou ja, sowieso in ieder geval duurt het ongeveer 2 jaar voordat deze regels ook zijn ingevoerd. Uiteindelijk moet ieder land op nationaal niveau ook die regels verder gaan verwerken. Nou, dat kost tijd. De platformen zullen verder tijd gaan rekken. Waarschijnlijk ook door rechtszaken. Die hebben natuurlijk heel veel belang bij om ook ja, dat proces verder uit te rekken. En daarnaast gaan ze ook kijken. Hè. Er zijn natuurlijk een aantal criteria waar die werkende aan moet voldoen. Wil die onder deze regeling vallen? En vanzelfsprekend zullen de platformen ook gaan kijken. Ja, hoe kunnen we ook misschien de regels van ons spel binnen ons platform ook zo aan gaan passen dat we opeens niet meer hieronder vallen. Dus dat zal waarschijnlijk nog wel een redelijk lang kat-en-muisspel gaan worden. Oké, dankjewel.